Wanneer ga je naar Qatar? Volgende week zaterdag. En? Je hebt aan de tafel een discussie gehoord natuurlijk. Ja. Is het verstandig of niet? Hoe sta je er zelf in? Nou, ik snap wel dat er een discussie is ook over het feit dat ze natuurlijk al uitspraak hebben gedaan over het zijn van een vrouw. Ja. René zei het bijvoorbeeld, ja, moet je dan wel gaan? Ik denk juist, als ze dat zo'n hekel hebben aan vrouwen, dan ga ik juist. En dan ga ik daar wel mijn werk doen. En dan ga ik dat op de best mogelijke manier doen. Waar nou, maar Noah, er wordt jou denk ik echt geen stroopbreed in de weg gelegd daar. Nou. Nee, denk je dat werkelijk? Nee, maar überhaupt kan je niet veel. Nee, je kan dus eigenlijk gewoon niet. Nou ja, ik weet niet of die boycott nog geldt, maar volgens mij wel. Ja. Nee, die geldt nog. Ja, die geldt nog. Dus je kan al niet zoveel... Je kan de spelers niet interviewen. Je bent altijd als derde, vierde, vijfde bij Louis van Gaal. Die kan je met twee vragen stellen. Ja, maar dan moet je creatief zijn. Ja, precies. Gewoon creatief zijn. Dat kan makkelijk. En hopen dat die mensen daar een beetje minachting tegen je doen. Dat zijn prachtige beelden. Ja, nee, dan kan je daar hier kun je namaken als verslaggever. Dit is een echte uitdaging. En ik vind het heel goed dat je als meisje gaat... Jullie willen ook als kerels behandeld worden. Nou, zeker. Zoek het lekker uit in Qatar. Hartstikke goed. Dank je wel. Nee, ik vind het hartstikke goed. En anders bel je maar. Ja, heel goed. Komt eraan. Of ze zit binnen een week, zit ze weer in het vliegtuig, wordt ze zo afgevoerd natuurlijk. Als je daar een beetje buiten de lijn zit. Zo goede publiciteit. Ja.